Dames en heren, welkom bij deze alternatieve persconferentie van Maurice de Hond. Hij zal ongeveer een kwartiertje praten en daarna is er ruimte voor vragen. U kunt ze bij de YouTube-chat aanleveren, die vragen. Of u kunt eventjes een mailtje naar mij sturen, vincent@levens.net. En dan kunt u meedoen met de Zoom. Maurice de Hond, aan u het woord. Dank u wel. Dames en heren, bedankt dat u gekomen bent bij deze persconferentie. We zijn nu ruim een maand in deze grote crisis en ik ben blij dat ik eigenlijk nu vooral kan beginnen om positief nieuws te brengen. Vandaag heeft het RIVM de nieuwe cijfers gepresenteerd en de ziekenhuisopnames zijn vandaag ongeveer 120 en dat is op zijn hoogtepunt 500 geweest. Op zichzelf is dat een fantastische prestatie. Weliswaar hebben we helaas nog een behoorlijk aantal doden te betreuren, maar dat komt mede omdat we opdracht hebben gegeven ook bij de huisartsen om beter te registreren. In werkelijkheid neemt dat aantal ook iedere dag af. Dat het zover gekomen is, is vooral te danken dankzij de geweldige inspanningen van de mensen in onze zorg. Wat daar is gepresteerd, is eigenlijk met geen pen te beschrijven. En nog steeds wordt er hard gevochten voor het leven van de patiënten. En worden mensen die troost nodig hebben over de bol geaaid en wordt ervoor gezorgd. Alvorens ik de plannen voor de komende tijd met u ga delen, wil ik u iets zeggen wat ik met de koning heb besproken ten aanzien van de zorg. Juist door die geweldige prestaties die ze hebben geleverd, willen wij Koningsdag, aanstaande maandag, een speciaal cachet geven. En de koning is het er 100% mee eens. Aanstaande maandag zullen we niet alleen de verjaardag van de koning gaan vieren, maar we gaan ook de zorg complimenteren. Dit wordt een speciale dag ter ere van de zorg. En hoe gaan we dat doen? Als u uw vlag uithangt met een oranje lintel, dan willen wij u ook verzoeken om er een witte wimpel aan te hangen. En als u naar buiten gaat, dan bent u bij voorkeur in het wit gekleed. Dat is de dank van ons volk aan onze mensen in de zorg, die als frontsoldaten hebben gevochten om de strijd met de coronavirus te proberen te gaan winnen. En zoals ik u al gezegd heb, we zijn op de goede weg. Dat betekent absoluut niet dat we ons op de borst kunnen kloppen en al onze maatregelen maar kunnen verzachten, want we weten ook, dan kan het virus toch weer toeslaan. Maar we hebben niet alleen dit keer met het OMT, maar we hebben gewerkt met een multidisciplinair team van mensen van allerlei wetenschappen. En we hebben overleg gevoerd, niet alleen in ons Nederland, maar ook met landen die ons voor zijn gegaan in het bestrijden van het virus en die het virus vrijwel helemaal onder controle hebben gekregen. Met name bijvoorbeeld Zuid-Korea. Maar ook in Japan, u moet even bedenken, daar hebben ze dus ongeveer 2 doden per miljoen inwoners. En wij hebben er bijna 400. Daar hebben ze ook dingen gedaan om te zorgen dat het virus werd bestreden en ook niet meer terug zou komen. Op basis daarvan hebben wij nu een plantencampagne opgesteld, waarbij we 2 belangrijke dingen moeten verenigen met elkaar. In de eerste plaats moeten we zorgen dat er geen extra nieuwe zieken bijkomen, dat we onze zorg niet nog een keer gaan belasten. Dat we ook ruimte gaan creëren voor andere zieken om behandeld te worden en genezen te worden. Dus we mogen absoluut niet verslappen, want dan slaat het direct terug op de mensen die zo al een hele lange strijd hebben gestreden. Maar tegelijkertijd hebben we nog een ander belang. En dat is het belang van onze samenleving. Niet alleen het economisch belang. Vele banen staan op de tocht. Vele bedrijven staan op de rand van het omvallen. En als dat zou gebeuren, betekent het ook dat die mensen alleen thuis komen te zitten. Dat die mensen geen inkomen meer hebben. Dat die mensen ook niks meer kunnen uitgeven. Dan slaat het over naar de hele samenleving. Maar ook op sociaal terrein moeten we aan een aantal dingen gaan werken. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat we oudere mensen zo lang alleen hebben moeten laten. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat we in een verzorgingstehuis onze ouders of onze broers of een zuster of echtgenoot niet meer kunnen bezoeken. En dat heeft eigenlijk al te lang geduurd.
En wat dat betreft hebben we via internationaal onderzoek en onze internationale contacten een aantal positieve signalen gekregen. Als we bijvoorbeeld kijken en overleggen met Zweden. Zweden, natuurlijk een heel ander land dan Nederland. Alleen als je naar de provincie Stockholm kijkt, die lijkt sprekend op de provincie Brabant. Bijna net zo groot, net zoveel inwoners. Daar zijn ze vrijer geweest in hun aanpak. Ook niet zomaar alles gedaan. Maar wat we merken daar, als we de aantallen kijken, en het is net zoveel inwoners als Brabant, dat daar sterfte ongeveer gelijk is aan Brabant. Maar ook daar is dus een daling waarneembaar van het aantal nieuwe sterftegevallen. Dus ook de aanpak in Zweden lijkt dus een aanpak te zijn die er niet voor zorgt dat het virus weer grandioos naar buiten komt. En wetenschappers hebben ons verteld waardoor dat komt. De belangrijkste reden waarom we in het begin zo gigantische uitbraken hebben gehad overal waar dat gebeurd is. Nederland heeft dat gehad, maar Korea heeft het gehad, Bergamo heeft dat gehad, Frankrijk heeft het gehad, Madrid heeft het gehad. Dat waren grote bijeenkomsten waar in één klap iedereen bijna is besmet. En daarna ging het als een vuurtje rond. Omdat we wereldwijd eigenlijk al sinds half maart al dat soort bijeenkomsten niet meer hebben gedaan, zien we wereldwijd dat er inmiddels, en in het ene land wat eerder dan het andere, een vertraging is ontstaan van de uitbreiding van het virus. En er zijn al diverse landen waar het zodanig aan het dalen is dat de dichtbij het nulpunt zijn, zodat ze veel dingen weer open kunnen doen. Dus om aan de ene kant te zorgen dat de zorg niet te zwaar weer wordt belast, en aan de andere kant te zorgen dat we onze economie weer op een normale manier kunnen opstarten, maar ook onze sociale dingen weer op een veilige manier kunnen gaan doen, hebben we besloten het volgende. Het eerste besluit dat we hebben genomen is dat, mede ook door wat we gekregen hebben van wetenschappers, maar ook vanuit het bedrijfsleven, dat een anderhalve meter maatschappij eigenlijk niet uitvoerbaar is. Er zijn vele bedrijfstakken die zeggen, we kunnen het niet. Bedenk aan het openbaar vervoer. Bedenk aan de horeca. Er zijn heel veel bedrijfstakken die met klanten werken. Maar we moeten natuurlijk niet zorgen dat als daar vrijheid blijheid doen, dat dan toch het virus weer terug kan komen. Dus we hebben het volgende besloten en goed gekeken ook naar Zweden. Als je de sterftecijfers ziet van mensen die besmet worden, onder de 50, dus als je besmet wordt, dan is de kans kleiner dan 1 op de 10.000 dat je eraan overlijdt. En zelfs bij de mensen onder de 40 is dat 1 op de 15.000. Het wordt pas, ja, slechte cijfers zo boven de 70. En daarom gaan we de bevolking in 3 categorieën verdelen. De eerste categorie is onder de 50. Deze mensen mogen vanaf 1 mei weer naar buiten. Maar wel met de volgende voorzieningen. 1. Ze moeten mondbescherming dragen, want daar weten we nu ook veel meer over. Mondbescherming is er niet om jezelf te beschermen zodat je niet het virus naar binnen krijgt. Nee, mondbescherming is om te zorgen dat anderen niet besmet worden. En dat is succesvol toegepast, eigenlijk in alle Oost-Aziatische landen. En wordt op dit moment succesvol toegepast, al sinds 18 maart in Tsjechië. Ook in Israël zijn ze sinds 12 april ermee bezig. En inmiddels is er ook meerdere landen, New York en ook meerdere steden in Duitsland, een dergelijke maatregel genomen. Dus vooralsnog gaan mensen onder de 50 mogen weer naar buiten met een mondkapje op. En, last but not least, op zoveel mogelijke plekken inderdaad die anderhalve meter bijhouden. Maar er komt straks nog een extra maatregel die dat ook vergemakkelt. Tussen 50 en 70, daar moeten bepaalde restricties gelden. Dat betekent, ga niet naar buiten of niet te vaak. En als je naar buiten gaat, dan zeker met mondbescherming. En wij willen het bedrijfsleven oproepen om te zorgen dat speciaal voor de mensen in die leeftijdscategorie wat meer ruimte wordt gemaakt, zodat ze niet te veel tegelijk komen met bijvoorbeeld de jongeren onder de 50. Boven de 70 jaar is het vooralsnog een situatie waar je zo voorzichtig mogelijk moet blijven. Daar raden we sterk aan om thuis te blijven. Of
waar u dan ook verder bent. Belangrijk is echter dat u niet sociaal geïsoleerd wordt. En dat door de maatregelen die wij nu hebben genomen, we ook kunnen zorgen dat de mensen die naar buiten gaan ook mensen kunnen bezoeken waar ze mantelzorger voor zijn of waar ze belangrijke banden mee hebben. Maar wel met een hele belangrijke voorwaarde. Als u op bezoek gaat bij iemand, een ouder, een vrouw, een kind, die daar nog in een instantie zit, u draagt een mondkapje, de persoon draagt een mondkapje. En dat moet niet een mondkapje zijn die de zorg nog hard nodig heeft. Nee, dat zijn mondbeschermingsmiddelen die u bijvoorbeeld zelf kan maken. Of die relatief eenvoudig gekocht kunnen worden zonder dat dat mondbescherming is die de zorg zou kunnen gebruiken. U gebruikt die, die ouderen gebruikt het en u blijft op 1,5 meter. In de winkels kunt u ook weer komen. Daar zullen we vooralsnog, zeker natuurlijk mondkapjes, en daar zullen we de 1,5 meter afstand zoveel mogelijk proberen te respecteren. Maar we hebben een belangrijke, intelligente manier gevonden, dankzij ons team van wetenschappers die ons heeft geadviseerd, buiten het OMT, om het volgende te doen. We hebben goed nagedacht over die app. Wij denken dat dat niet de beste oplossing is. De app duurt te lang, een deel van de mensen gaat het niet gebruiken en het is eigenlijk niet eens nodig. Er zijn andere manieren om toch goed te registreren wat er kan gebeuren als mensen op kwetsbare plekken komen. Dat is iets wat we eigenlijk al lang hadden moeten doen, maar wat we vanaf morgen gaan invoeren. Iedereen die besmet is geraakt, iedereen die we getest hebben en die dus negatief eruit komt, of positief, dat virus heeft, die moet standaard een vragenlijst invullen op basis waarvan wij kunnen vaststellen, een uitgekiende vragenlijst, 2 dingen. Zijn er misschien plekken geweest speciaal waar wellicht dat virus is overgedragen? En wat ook heel belangrijk is, men moet bijvoorbeeld elke week weer die vragenlijst invullen hoe men er dan voor staat. Last but not least, wij gaan elke dag analyses maken op die vragenlijsten die dan ingevoerd zijn. Niet, want ze zijn eigenlijk anoniem, maar wel of we bepaalde ontwikkelingen zien of bepaalde groepen of bepaalde situaties toch meer tot besmettingen leiden. We hebben er veel vertrouwen in dat het goed gebeurt. Maar er zit nog een extra slimme component. Op alle plekken in de horeca waar we nu wel open willen gaan, en zeker ook in de horeca moeten we voorzichtig blijven, zoveel mogelijk 1,5 meter, zoveel mogelijk proberen daar waar het moet en kan nog met die mondkapjes te zitten. Iedereen die naar binnen gaat is verplicht zijn e-mailadres af te geven en het tijdstip waar die naar binnen komt. En op het moment dat er vastgesteld is op enig moment, ook door die vragenlijsten, dat iemand met een bepaald e-mailadres op een bepaalde plek is geweest en daar toen hij besmettelijk was, krijgt iedereen die op dat moment aanwezig was een e-mail waarop gemeld wordt dat er besmetting heeft plaatsgevonden en dat men dus speciale voorzieningen moet treffen en ook zeker, want we hebben ontzettend veel nieuwe testmogelijkheden ingekocht, dat men zich moet laten testen. En als men inderdaad besmet is, dat men dan vervolgens in een vrijwillige quarantaine gaat. We vragen van het bedrijfsleven niet plannen voor de 1,5 meter samenleving. Zeker, daar waar het mogelijk is, moet je het doen. Daar waar het niet mogelijk is, zijn dus mondbescherming verplicht. En gaan we met een lokaal, daar ter plekke registratiesysteem, met e-mail, wordt het daar vastgelegd. En zodra we op een bepaalde plek inderdaad een uitbarsting zouden zien, wat we eigenlijk niet meer denken dat dat gebeurt, maar mocht het gebeuren, zullen we naar bewind van zaken handelen. Waarbij we niet meer met maatregelen komen die over het hele land gaan als een soort one size fits all. Maar we weten bijvoorbeeld dat er in Groningen veel minder besmettingen zijn dan bijvoorbeeld in Brabant. En sommige maatregelen moeten we dan misschien op gemeenteniveau nemen of op provincieniveau. In het onderwijs is inderdaad veel meer mogelijk. Maar dat betekent wel dat we ook voorzieningen daar moeten treffen om te zorgen dat de kans op besmettingen kleiner wordt. We hebben geleerd dat bijvoorbeeld in de buitenlucht en met goede ventilatie de risico's om besmet te worden kleiner zijn.
Dus we roepen scholen op, daar waar mogelijk, en het weer het ook mogelijk maakt, om zoveel mogelijk buiten in de frisse lucht les te geven. En op school altijd een goede ventilatie te hebben met open ramen, met zoveel mogelijk ventilatie, zodat zo min mogelijk virusmogelijkheden kan blijven hangen. En we zullen ervoor zorgen in de komende 3 weken tot 11 mei, dat een speciale groep van installateurs langs alle scholen gaan om te kijken of het ventilatiesysteem corona-proof is. Dat er niet risico's zijn dat in de filters of in de manier waarop het ingesteld is, verkeerde lucht wordt gerecycled, waardoor het risico groter wordt. Dat is trouwens ook iets, datzelfde groep, gaat ook naar allerlei zorginstellingen om te kijken hoe dat ventilatiesysteem daar werkt. Want we hebben sterke aanwijzingen dat dat ventilatiesysteem helaas heeft gezorgd voor het recyclen van de lucht waarin het virus zat en waarin mensen zijn besmet. Tuurlijk, we houden de vinger aan de pols. En het kan inderdaad zijn dat we stapjes terug moeten als bepaalde dingen die we nu doen niet goed uitwerken. We denken dat die kans niet groot is, maar we hebben getoond de afgelopen weken dat we heel verstandig als bevolking kunnen optreden onder deze omstandigheden. We gaan de regels die we nu hebben gezegd, zullen we de komende paar dagen uitwerken. En die gaan een dag naar Koningsdag / Zorgdag gaan die in. En vanaf dat moment gaan we zoveel mogelijk de nieuwe samenleving weer oppakken. Een samenleving die duidelijk anders zal zijn dan de samenleving die we hadden. Maar we hebben in de afgelopen 4 weken met elkaar als volk bewezen dat we onder moeilijke omstandigheden ermee kunnen omgaan. Dat we geweldige mensen hebben in de zorg die ja, met opoffering van alles ziektes hebben bestreden, de zieken hebben geholpen en verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt en toch doorgegaan. Maar we hebben ook verantwoordelijke burgers gezien. Die hebben gezien, het is belangrijk om ons aan regels te houden. En we kunnen elkaar ook aanspreken als we niet ons aan regels houden. Want iedereen weet waarom we het doen. We doen het om zo min mogelijk zieken erbij te krijgen, maar we doen het ook om onze samenleving weer terug te krijgen. De economie te verbeteren, weer met elkaar als sociale wezens te hebben en niet naar een samenleving te moeten, een 1,5 meter samenleving, die je eigenlijk alleen achter een bureau kan bedenken, maar die in de praktijk nooit zal werken. Wij hebben er vertrouwen in dat we gezamenlijk met elkaar hier de crisis die we op dit moment hebben kunnen doorstaan. We hebben al veel gepresteerd. Het is niet een makkelijke weg die we ingaan. Maar als we met elkaar deze afspraken maken, dan hebben we met elkaar perspectief. En ik hoop oprecht dat u dat perspectief nu over heeft gekregen en met ons samen gaat werken om het virus in Nederland te overwinnen. Dank u wel. Zo. Nou, dank je wel, Maurice. Dat is een ander verhaal dan inderdaad de standaard regering. Waarom kom jij eigenlijk op een alternatief aantal maatregelen vergeleken met die we net hebben gehoord van de top 5 van Rutte? Nou, wat je gewoon merkt, en dat maakt het allemaal zo problematisch. Als je gewoon echt wereldwijd kijkt, dan zie je overal in de wereld een afplakking van de curves. Weliswaar in sommige landen, met name zoals bijvoorbeeld New York. Als je gewoon echt wereldwijd kijkt, dan zie je overal in de wereld afplakking van de curves. Je moet even je YouTube uitzetten, dat is inderdaad beter. Nee, maar als je ziet, wereldwijd zie je duidelijke vertraging. In het ene land gaat het wat sneller, maar je ziet duidelijk een afbuiging van de curve. In Nederland zeker, ook in België. New York loopt daar behoorlijk achter, maar ook daar zie je al een beweging naar de goede kant. En dat betekent dat we daarnaast, zoals ik het ook onlangs heb omschreven, we hebben nog een belangrijke patiënt op het IC. En dat is de economie en onze samenleving. En die kan, we hebben het nu 4-5 weken gedaan, die kan de komende maand eigenlijk niet meer permitteren. Er zijn te veel bedrijven die dan onderdoor gaan. En het erge is, als die bedrijven er onderdoor gaan, dan zullen die mensen en die daar werken ook niet meer consumenten zijn, die vervolgens, als het allemaal weer wat beter gaat, weer geld hebben om de rest van de economie overeind te houden. En dan zou het gevaar groot zijn dat we in een soort domino-effect terechtkomen, want onze export zal ook nog wel een tijd problematisch zijn.
en het toerisme zal ook weer niet zo groot worden, dat het dus eigenlijk van een berg afrollen en het een soort vicieuze cirkel worden. Daarnaast heb je ook nog het sociale component. Een sociale component waarbij je volgens mij ook als overheid nu de verantwoordelijkheid hebt niet alleen maar vanuit het angsttraject te doen, maar ook vanuit een positieve traject. En wat ik erg merk, en dat vind ik heel triest, zeker als ik de wereldwijde publiciteit volg, dat eigenlijk, en dat is eigenlijk vanaf dag één, de virologen, en die zijn heel deskundig op hun eigen terrein, alleen maar bezig zijn met worst case scenario's. Voortdurend zeggen, ja, het gaat nu beter, maar er kan nog dit en dit en dit gebeuren. Het gaat wel beter, maar er kan nog dit en dit en dit gebeuren. Er is op dit moment weinig reden dat dit soort dingen zeker zullen gebeuren. Er zijn wat risico's, maar dan moeten we de vingers aan de pols houden. Wat we zeker weten wat gaat gebeuren, als we nog 4 weken helemaal dicht blijven, en dat is eigenlijk wat de overheid zegt, dat er nogal wat bedrijven onderuit gaan, dat er nogal wat mensen ontzettende zorgen hebben en eigenlijk niet weten hoe kom ik hieruit, dat er ook sociaal gezien de samenleving nogal moeizaam draait. De consequenties voor de samenleving, de consequenties voor de mensen, zo erg zijn, dat we uiteindelijk aan het eind niet kunnen zeggen van de operatie is geslaagd, maar de patiënt is overleden. Nu is het moment om perspectief te geven en niet alleen maar om nog verder angst te zaaien. Oké. Als we dan even kijken op, ik heb hier even de lijst van, ik weet niet of je het goed nu kunt zien. Maar hier kun je nu eventjes zien van hoe het met corona erbij staat eigenlijk. Hè? En dit is dan Europa. En als je dan kijkt in Europa, daar zijn dan zeg maar UK, Duitsland is groot, Spanje is groot, Italië is groot, Frankrijk is groot. Eigenlijk allerlei andere dingen. Eigenlijk overal is het eigenlijk heel klein. In Afrika is het heel klein. In India is het, in India is het eigenlijk gewoon hartstikke klein. Maar wij zitten duidelijk hier zitten wij, in Europa zitten wij duidelijk met de grote hoeveelheden te maken. Waarom is dat? Waarom hebben wij het zo zwaar vergeleken met de rest van de wereld? Nou, er zijn twee redenen voor je. Trouwens, New York heeft het ook, hè? In Amerika, de Oostkust, vooral de Oostkust daar, zie je ook vergelijkbare onderwerpen. Ja. Ja. Zie je? Ja. Maar dan zie je ook een bepaald gebied vooral. En de rest valt eigenlijk wel mee. Maar goed, relatief gezien. Ik heb bijvoorbeeld naar San Francisco gekeken. Dus San Francisco heeft op dit moment, als je de aantal inwoners rekening mee houdt, 50 maal zo weinig overledenen dan New York. Uit mijn hoofd is San Francisco op dit moment ongeveer op 20, 30 doden. En New York op per miljoen inwoners 1500. Dus er zitten 13 of 14.000 of zo. Ik weet de getallen niet eens helemaal. Ja. Nou, en wat is nou de reden? Er zijn twee belangrijke redenen waarom het daar zo, op die bepaalde plekken zo uitgebarsten is. En andere plekken eigenlijk veel minder. Ik ga nog maar even terug naar Europa. Massachusetts is ook Boston is ook behoorlijk pittig. Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Boston is 1800 doden en New York is 20.000 doden en Washington heeft er nog wel een hoop. Maar is het nog niet echt goed. Als je nou weer terug gaat even naar Europa. Nou, er is iets bijzonders met dit virus aan de hand. En dat is ook heel speciaal, want dit virus lijkt veel op de influenza-virus. Alleen, ja, de ziekte is ernstig als de gemiddelde influenza. En zeker ook het laatste proces waarbij je eigenlijk niet meer kan ademen. Dat is echt verschrikkelijk. En dat zie je veel minder bij influenza. Maar het verspreidingsgedrag van dit virus lijkt behoorlijk op de influenza.
Met één gigantisch verschil, waardoor dit virus eigenlijk uniek is ten opzichte van het influenzavirus. Het influenzavirus, als elk jaar komt er wel een nieuwe stam naar buiten van influenzavirus. En als die dan naar buiten komt, de nieuwe stam, dan merk je dat het ene jaar wordt er meer mensen ziek en andere minder. En dat komt voor een belangrijk deel ook omdat je in jouw leven een bepaalde vorm van weerstand opbouwt tegen de stammen, influenza-stammen, die je hebt meegemaakt gedurende je leven. Daarom zie je oudere mensen eigenlijk minder last hebben van griep. Alleen als ze ziek worden, dan is het wel heel pittig. En vaak nemen ze ook nog griepinjecties. Wat is er nu zo speciaal bij deze, bij corona? Niemand is immuun. Dus als die corona zich gaat verspreiden, dan heeft die, ja, het rijk alleen. Iedereen die raakt, zou ziek kunnen worden, want je hebt die weerstand niet opgebouwd. En wat is er nou gebeurd, wat we eigenlijk niet kenden nog van influenza? Namelijk dat er bepaalde momenten waren waarin veel mensen bij elkaar waren, meestal in een gesloten ruimte, een feestje aan het vieren waren, iedereen aan het zingen. En op die momenten heeft één of twee mensen onmiddellijk alle aanwezigen vrijwel besmet. Dat kan bij après-ski is dat gebeurd, dat is gebeurd bij carnaval. Dat is in Korea gebeurd bij een hele grote religieuze organisatie. Dat is in Mulhouse gebeurd in een religieuze organisatie. Dat is gebeurd tijdens de Vrouwenmars op 8 maart, wegens Internationale Vrouwendag, in Madrid. Dus, en Mulhouse, dus we zien op verschillende plekken grote uitbraken van het virus door, dat heet, super spread events. En dat in één klap, ja, gigantische aantallen mensen worden besmet. Nou, vervolgens, die mensen die besmet zijn, die hebben twee mogelijkheden om volgende mensen te besmetten. In de eerste plaats kan dat gebeuren, ja, in jouw gezin. Als jij in een gezin samenwoont, dan is de kans groot dat als jij virus uitniest of wat anders, dat familieleden dat krijgen. En wat ook kan gebeuren, dat jij naar een event gaat, bijvoorbeeld naar een kerkdienst, of naar een koorrepetitie, of naar een vergadering over vliegveld Lelystad in Eerde op 10 maart. En daar is ook weer een omstandigheid met een grote ruimte, weinig ventilatie, het virus blijft hangen en vrijwel iedereen aanwezig komt in het volle, je krijgt het virus eigenlijk op zich af. En ik heb zelf wat onderzocht, er was op 5 maart in Kessel een benefietbijeenkomst geweest, waar 10% van de bevolking aanwezig was. En als je dan 5 dagen later kijkt, begint daar de uitbarsting. En inmiddels is die plaats, Kessel, van Peel en Maas, gemeente, heet de gemeente, is de plek met het grootste aantal ziekenhuisopnames. En dat kwam omdat er blijkbaar iemand eerst bij carnaval ergens ook bij zo'n event was. Zelf bij het event was misschien 2 mensen of 3 mensen bij die liefdadigheid. En ineens worden dan 200-300 mensen besmet. En wat is nou het interessante waarom wereldwijd je de afname ziet gebeuren? Naast de 1,5 meter en de hygiëne, wat prima is, wat je zeker ook niet ineens moet laten. En ook niet, en je moet in je elleboog hoesten, allemaal prima. Maar er is iets veel belangrijkers nog gebeurd, alleen dat onderkende men niet. Men heeft overal bijeenkomsten met meerdere mensen verboden. Eerst meer dan 50 of 100 en langzamerhand is het naar beneden gegaan. Sommige landen hebben nog wat uitzondering, zoals wij, 30 mensen bij een kerkelijke bijeenkomst. Maar verder, overal ter wereld, zijn die bijeenkomsten verboden. En dat betekent dat zo'n super spread event gewoon niet meer gebeurt. En de belangrijkste reden waarom wereldwijd er een afbuiging is in de meeste landen van de groei van het aantal nieuwe slachtoffers is niet omdat ze daar de 1,5 meter of andere dingen hebben toegepast. Want in Zweden doen ze dat eigenlijk niet. En daar zie je die afbuiging nu ook ontstaan. Maar komt vooral omdat die super spread events zijn. En zolang we dat doen, zal het virus dalen. En er is een tweede aspect. En dat zie je bijvoorbeeld in Afrika. Maar eigenlijk het beste illustreren met een mail die ik kreeg van iemand uit Phuket, een Nederlander. En die zei, nou, tot 4 weken geleden één groot feest in Phuket. Ook veel Chinezen
overal geweest, dicht bij elkaar. Ineens mochten de Chinezen niet meer komen, moesten we mondkapjes dragen. En 2 weken later moesten we in een lockdown hier. En we zitten eigenlijk in de wijk, mogen we ook niet uit, mogen 5 minuten naar buiten. Het enige wat er wel is, we hebben 0 doden. En ik heb jouw website gelezen. Ja. En toen dacht ik, wacht even, hier staat, bij een humidity van boven de 80% en 30 graden, verspreidt dat het virus niet. Dat is gewoon al op verschillende plekken aangetoond. Nou, ja. En dat is het hier. Last but not least, zelfde brief uit Bali. Iets meer gevallen, maar ook. Dus als je naar Afrika kijkt en ook delen van Zuid-Amerika, dan merk je dat daar de verspreiding vele, vele malen langzamer gaat dan in ons gebied, waar het weer wat minder gunstig is en wat meer aan de kant staat van het virus. We hebben hier een aantal mensen die vragen van, hey, die Maurice de Hond, slimme man, maar wat heeft hij nou eigenlijk voor verstand van virologie? Waarom hou jij je bezig met dit onderwerp en waarom vind jij dat waar jij, zeg maar, wat jij onderzocht hebt, dat dat de moeite waard is? Dus wat zijn je credentials? Mijn credentials zijn, ik ben sociaal geograaf. En als sociaal geograaf, die leert, dat is mijn studie, kijk naar patronen tussen landen en te kijken hoe het komt dat er verschillende patronen zijn. Hoe kan het zijn dat de economie daar op die manier gaat? Hoe kan het zijn dat bijvoorbeeld die religie daar is en die religie daar? Dat is mijn training. En mijn belangrijkste bijvak was statistiek. En ik heb ook al in een heel vroeg stadium ben ik met computers aan de slag gegaan. Dus ik heb big data analyse gedaan voordat het woord bekend werd. Ik wist ook niet dat ik het eigenlijk deed, maar dat was wel wat er gebeurde. En wat je nou ziet, juist omdat dit virus zich verspreidt zonder dat er tegenstand is onder de mensen, omdat die nog niet besmet waren, zie je dus regionale en landelijke patronen waar je niet een specialist hoeft te zijn over dat virus zelf. Dat zijn die mensen en die moeten kijken, waardoor word je ziek en wat moet je doen, welk geneesmiddel. Maar het verspreiden over de wereld is iets wat niet specifiek iets van een viroloog is. En integendeel, ik heb contacten met professoren in virologie die zelf ook allemaal artikelen schrijven over hoe het virus zich kan verspreiden. En ik krijg complimenten omdat hij zegt, wat jij doet is complementair aan onze wetenschap. En jij voegt daar informatie aan toe, waardoor we samen verder komen. Ja. Je had ook vandaag een gesprek met het RIVM. Het mooie is inmiddels gebeurd dat in 3 weken heb ik ook contact met een professor bij het RIVM. En die ook heel erg geïnteresseerd is in deze aanpaktheorie. En er ook behoorlijk wat in ziet. En we zijn op verschillende manieren onderzoek aan het doen om te kijken in welke mate dit hard te maken is. Het is zeker niet zo dat luchtvochtigheid de enige factor is. De luchtvochtigheid kan de verspreiding van het virus versnellen of vertragen. En als je precies weet hoe dat werkt, dat kan je benutten bij je aanpak om het virus te bestrijden. Dus elke kennis die je hebt over hoe dat virus zich verspreidt, is goede kennis. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat bij alle dingen die er nu gebeuren, multidisciplinair know-how van mensen bij elkaar worden gebracht om zo de grootste uitdaging van in ieder geval na de Tweede Wereldoorlog samen te weerstaan. En niet alleen maar zeggen, nou, het RIVM zijn hele deskundige mensen, wat ze zijn, maar op een heel beperkt deel van de uitdaging waar we nu voor staan. Ja, als je kijkt naar dat RIVM, zeg maar, rapport wat uitgebracht, of niet door het rapport, maar door het management, zeg maar, van het rapport. Okay. Wie zitten daarin? Maar in feite de mensen die je regelmatig op tv ziet. Namelijk de mensen van het RIVM. Verschillende. En die zitten bij elkaar. En als je dan leest, dan merk je ja, dat ze voor de... Ja, maar het kan wel zijn, dat weten we nog niet zeker. Maar als we dat doen, dan hebben we dit risico. En als we dat doen, hebben we dit risico. Alleen bij het afweging van de risico's hebben we nog een aantal andere risico's waar tegen afgewogen moet worden. En die risico's zijn, wat betekent het voor bedrijven? Wat betekent het voor onze economie? Natuurlijk moeten we zorgen dat er geen extra groei komt aan de besmetten.
Maar we moeten tegelijkertijd ook zorgen dat er niet een grote groei komt van faillissementen van mensen die werk verliezen. Want misschien zit u in een bedrijfstak wat niet geraakt wordt. Maar als uw klanten in bedrijfstakken zitten die wel geraakt worden, dan zult u minder klanten krijgen. En een van de grote problemen wereldwijd is, stel dat je een aardbeving hebt in een land. En in die aardbeving raak je en grote schade. Alle andere landen gaan normaal door en kunnen jou helpen. Nu hebben we niet alleen bij ons een aardbeving, maar we hebben het vrijwel overal. En dus krijg je een groot risico van een ongelooflijk domino-effect. Ja. Heb jij het idee dat wij in Nederland strenger zijn dan Duitsland, Frankrijk, België, zeg maar de landen om ons heen? Hey, als ik zie hoe Frankrijk de lockdown organiseert, dan ben ik blij hoe wij het in Nederland hebben gedaan. Dus ik heb eigenlijk vooral complimenten hoe het tot nu toe is gegaan. Alleen, na een intelligente lockdown moet je ook een intelligente exit-strategie. En wat volgens mij met name Rutte had moeten doen, is meer vertrouwen geven in plaats van angst creëren. Want je zegt, we moeten allemaal binnen blijven, maar ja, naar de scholen mag je wel. Maar de rest blijft binnen. Nou, tot 18 mag wel, maar de rest blijft binnen, want nee, we moeten naar een fase toe waar we meer vertrouwen creëren. En kunnen zeggen, boven de 50 bent u kwetsbaarder, maar onder de 50 minder. We gaan nog 1,5 meter waar het kan. En waar het niet kan, gaan we zeker met mondkapjes. En we gaan dat doen om die samenleving met elkaar weer op te bouwen. Zodat iedereen met een mondkapje op weet, ik doe het voor ons land. Ik doe het om jou te beschermen. En ik doe het om het mogelijk te maken dat we niet in een soort hele gekke situatie komen. Dat we zeggen, nou, we gaan de 1,5 meter economie, die Wiebes dan voorstelt. Vertel me even, hoe ga je dat doen in treinen en metro's? Ik bedoel, überhaupt. Je kan zeggen, nou, de ruimte kan ik nog creëren. Dan heb ik 4 keer zoveel treinen nodig. Maar zelfs bij het uitstappen of bij het langslopen. Ik bedoel, nee. En als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld Korea of Japan, daar zie je mensen gewoon in de metro, allemaal met mondbescherming. En daar gaat het ook niet mis. Je hebt je behoorlijk ingezet, hè, over de mondbescherming. Dag Ahmed, leuk dat je erbij bent. Als je zo meteen een vraag wil stellen, ook dat geldt voor Robert Heerenkop, dan breek maar in. Maar in ieder geval, je hebt behoorlijk je druk gemaakt over die mondkapjes de afgelopen weken. En dat zijn meerdere mensen geweest. Dus meerdere keren ook verteld van het RIVM dat in deze fase van de strijd dat niet is. Vooral omdat er niet genoeg mondkapjes zijn. Er werd nu ook in de persconferentie van Rutte verteld dat we op dit ogenblik nog geen uitspraak gaan doen over mondkapjes en het nut voor buiten de zorg. Maar dat we daar de volgende keer iets van gaan horen. Wat had je daar meer van verwacht? Ja, kijk, als je maar blijft zeggen, we blijven allemaal binnen. Ja, dan waarom zou je de mondkapjes gaan doen? Maar het punt is, op basis van de internationale ontwikkelingen, op basis van hoe ze het in Azië doen, op basis van hoe in andere landen, zoals Israël, Tsjechië, nu ook in Duitsland, in New York gebeurt, maak je het mogelijk om de samenleving weer op te starten met een extra beschermingsmiddel, namelijk met mondbescherming. En dan is het interessant dat mensen die niet zeggen, waarom, ja, ik wil helemaal geen mondbescherming. Maar als het punt is, als u naar buiten wil, dan moet u mondbescherming dragen. Maar dan kunt u weer meer doen dan u tot nu toe kon. Met allemaal beperkingen, gewoon goed opletten enzovoorts. Dus, en ik denk dat mondbescherming ons ook weer een vorm van zelfvertrouwen krijgt. Want ik kom mensen tegen die eigenlijk de deur niet uit durven. Of die echt denken, en dan, ik zag het weer bij Radar. Ja, op de munten kan het virus ook zitten. Het interessante is, als inderdaad op voorwerpen het virus kan zitten en anderen kan besmetten, dan zou die 1,5 meter toch ook niks meer uitmaken. Dan zouden we veel meer besmetten hebben. En dat is dus niet het geval. En professor Streeck in Duitsland heeft in een gebied, Kreis-Heinsberg, groot onderzoek gedaan bij mensen thuis. Is hij met een groep van onderzoekers gewoon de deurkruk, de telefoon gaan bekijken enzovoort. En hij heeft geen virus gevonden waarmee anderen besmet kunnen worden. Dus als je dan weer een viroloog doet, ja, met munt en met dit en 17 dagen. Op het schip is inderdaad, is er na 17 dagen nog elementen van het virus ontdekt. Maar niet het virus wat anderen weer kan besmetten. Want anders zou nu op dit moment 100% van de wereldbevolking al besmet zijn geweest. Hey,
Vraagje van Ahmed Arad, die nogal bezig is geweest met de nieuwe app eigenlijk, en de discussie daarover. Ahmed? Ik ben wel benieuwd naar de mening van Maurice de Hond, omdat hij als niemand anders de vinger aan de pols van de Nederlandse bevolking heeft. Wat ondernemers en gewone burgers eigenlijk van al deze maatregelen vinden. Want wat wij vooral zien in het nieuws is dat driekwart achter Rutte staat en het beleid en de crisis aanpak en ga zo maar door. En ik heb daar echt oprecht mijn twijfels over. Nou, er is wel langzaamaan een kanteling, hè. Dus laat ik zeggen, ik vind dat hij het fantastisch doet, hè. Dus wil ik ook vooropstellen. Ik bedoel, met wat voor energie die man het doet enzovoorts en hoe die is, ik heb grote bewondering voor. Alleen, ik ben bang dat hij zich nu in die laatste week te weinig ontworstelt aan wat virologen tegen hem zeggen. En te weinig bezig is om weer een perspectief te creëren. En wat je nu merkt, ook bij de onderzoeken die ik elke week deed, dat bijvoorbeeld 3 weken geleden zei 54%, we moeten echt doorgaan totdat we geen zieken meer hebben, geen besmetten meer hebben. Nu is dat nog is dat veel lager. Is het 40%. En ik denk, nu we gehoord hebben dat we nog een maand dezelfde maatregelen gaan doen, dan denk ik dat er eigenlijk ik zie dat verder stijgen. Dat mensen, dat mensen vinden, er moet toch wel wat gebeuren. Waarbij ik ook, wat ik heel onverstandig vind, als je echt naar de cijfers kijkt van de ziekenhuisopname, dan zie je het duidelijk dalen. Als je kijkt naar het aantal IC-opnamen, dan zie je het nu behoorlijk per dag dalen. Je kan bijna prognostiseren hoeveel het op eind van deze maand staat. En dan zal het ruim onder de 1000 gaan dalen. En nu alweer te roepen tot 20 mei, ja, terwijl het ondertussen steeds, laat ik zeggen, beter gaat, dan wordt de spanning steeds groter. En het zou erg zijn als Rutte en de regering met, laat ik zeggen, positieve maatregelen komen, nadat mensen 2-3 weken lang aan de deur zitten te rammelen en vervolgens dat is, nou, in godsnaam gaan we dit doen. Nee, er moet perspectief komen, maar wel voorzichtig. Oké, vraag hier in de chat van bij YouTube. Het leven van tandartsen die al gewend zijn om met mondkapjes te werken. Wat is daar het gevaar van als dat weer open gaat? Dan heb je voorbeelden uit andere landen hoe daarmee omgegaan wordt. Nou, ik zie in veel andere landen dat soort dingen gewoon wel gebeuren. En dat, laat ik zeggen, ook kappers en pedicures enzovoorts, manicures, dat die dat kunnen doen. Maar met mondkapjes voor. Dat zowel de klant als de betrokkenen, nou niet bij een tandarts de klant, dat is wat lastiger, een mondkapje voor. Maar bij de anderen, dat je dat doet. En dan kan je gewoon dat soort werkzaamheden gaan doen. En de kans dat dat echt weer uit de hand loopt is heel klein. Is echt letterlijk heel klein. Maar als je nog 4 weken zegt, je mag niet werken, ja, uiteindelijk, zoals ik net ook al zei, dan kunnen we aan het eind zeggen, nou, de operatie is geslaagd, maar de patiënt is overleden. Oké. Ahmed, had jij nog een vraag over de app waar we de laatste tijd zo mee bezig zijn geweest? Nou, daar geldt ook precies hetzelfde. Aan de ene kant zeg maar de effectiviteit van een dergelijke app. En ten tweede, ja, hoeveel mensen zouden deze app gaan gebruiken überhaupt? Actief. Niet alleen even installeren, maar echt daar actief mee bezig zijn. Ik heb de vraag over gesteld, maar nog op dit moment. Maar er is ook veel discussie over, dus misschien neemt het enthousiasme af. Mm-hmm. Zo'n 60% is voor het invoeren. En zo'n 45% zegt, ik ga het dan wel gebruiken. Alleen wat ik net ook zei in mijn voorbeeld en voorstel was, we kunnen op een andere manier ook registreren. We hadden dat al lang moeten doen. We hadden iedereen die besmet was, hadden we een vragenlijst moeten kunnen afnemen en vragen van om te kijken, waar zou iemand nou besmet kunnen zijn? Die Duitse professor heeft dat dus gedaan. Heeft bij, ik geloof, 200 patiënten daar gewoon een vragenlijst afgenomen. Weet je wat zijn conclusie was? A, niet via overdracht van voorwerp, niet via winkels. Ook niet via kappers. Het gebeurt vooral bij gelegenheden waar je in bedumpte ruimte bent, waar je met elkaar staat te zingen of te vieren of te feesten. En dan hoeft er maar één besmettelijk te zijn en iedereen hangt. Hey Robert, jij wou er ook nog een vraag stellen over die app? Ja, over die app. Er wordt heel veel gesproken over die app. En ik hoorde net een heel interessante stelling van, goh, we gaan met e-mailadressen uitwisselen als we ergens geweest zijn.
Nou, weet je, voordat de NS verandert in een soort corona-express, lijkt me toch handig om gebruik te maken van apps. En de vraag eigenlijk, hè, even afgezien van de beauty contest die we afgelopen weekend hebben gezien, Songfestival setup, heel interessant overigens, is mijn voorstel van, joh, kunnen we niet gewoon een soort standaard afspreken, net bijvoorbeeld zoals we documenten delen met PDF, dat we gewoon zeggen, joh, je hoeft niet per se dat pakket te gebruiken, je hoeft niet die app te gebruiken, maar dat we gewoon met z'n allen afspreken, mensen kunnen zelf kiezen welke app ze gebruiken, als het maar volgens een bepaalde standaard werkt. Dus dan kunnen mensen zelf de keus hebben. En daarmee denk ik dat we ook gewoon de acceptatie graad omhoog krijgen. Wat vind je daarvan? Nou, ik vind dat een heel goed idee. Maar ik zou nog een extra element erbij toevoegen. Ik vind eigenlijk dat als je vindt dat zo'n app belangrijk is om... Ben ik nu weg of zit ik er nog in? Je zit er helemaal in, Robert. Okay. Of je zit helemaal in, Auberies. Als die app zo belangrijk is, en ik denk dat je hem, als je hem goed gebruikt, dat die best belangrijk kan zijn, dan begrijp ik niet waarom je hem dan ook niet verplicht stelt. Dat je bijvoorbeeld zegt, je mag wel met de trein mee, maar alleen als je die app hebt. Want ik bedoel, als we hem dus inderdaad belangrijk vinden, en uiteindelijk gaat 40% hem gebruiken, wat is daar dan de zin van? Als we het zo belangrijk vinden, en we met elkaar ergens doorheen moeten, dan moeten we hem allemaal gebruiken. En als we daar niet toe bereid zijn, en dat lijkt me dat veel partijen daar ook niet toe bereid zijn, dan zie ik eigenlijk niet wat nou nog het belang van die app is, als misschien maar 30% op gebruikt. Ja, maar mijn vraag, ik ben niet duidelijk, denk ik. Mijn vraag is van, kunnen we niet gewoon zeggen, mensen mogen zelf kiezen wat voor app, als die apps maar onder water, zeg maar, dezelfde methode en het algoritme hanteren? Ja, natuurlijk, als die apps, ja prima, als die apps met elkaar kunnen communiceren en dus dezelfde informatie gebruiken, ja, waarom zou je dan één universele app moeten hebben? Ja, dat is inderdaad toch een beetje van, laat de markt maar beslissen. Oké, dankjewel. Ja. Die mondkapjes, daar is veel discussie over. Waar denk je dat het RIVM aan het wachten is? Is dat gewoon de schaarste? We hebben nu komen eindelijk de miljoenen mondkapjes het land binnen. Is dat alleen maar wachten tot die... Nee. Centrale inkomenafdeling van die mondkapjes is gaan werken? Of zie je dat heel Europa heel langzamerhand aan het kantelen is? Ja, kijk, het punt is dat de WHO en dus ook RIVM altijd hebben gezegd, het virus verspreidt zich alleen via druppels binnen een afstand van 1,5 meter. Op andere manier gebeurt het eigenlijk niet, of vrijwel niet. Dat is het mantra geweest. En dat, zo was het waarschijnlijk met influenza. Althans, dat dachten ze dat het zo met influenza was. Nu, met dit virus, juist omdat het zo massaal wereldwijd uit... en omdat er ook zoveel onderzoek wordt gedaan, komt er steeds meer informatie binnen hoe dat virus zich bij de verspreiding gedraagt. En de informatie uit China en Zuid-Korea en Japan wijzen erop dat het virus twee manieren heeft om zich bij anderen te verspreiden. Namelijk één, inderdaad, via druppels. En als je dicht bij iemand die besmettelijk staat en die praat met consumptie of die niest op een verkeerde manier, kan je de pineut zijn. Maar de tweede is, er zijn zogenaamde microdruppels aerosols en die kunnen over een veel grotere afstand iemand besmetten. Namelijk, ze gaan vliegen en komen dan 6 meter verder. Ook dat is al gesignaleerd. Of in besloten ruimtes blijven ze hangen en kunnen ze 20, 30 minuten blijven hangen en omcirkelen ze mensen. En het grote probleem nu is dat steeds meer resultaten van onderzoek wijzen dat dit het geval is en bij superspread events een extra element zijn geweest dat veel mensen besmet worden, maar dat het WHO eigenlijk te lang heeft gezeten op, het kan alleen via druppels, en dat heeft ook het RIVM gezegd. Ze zijn nu zelf ook wat aan het kantelen, want er zijn al mensen van het WHO die zeggen, nou, als je mondbescherming draagt, zoals bijvoorbeeld dit, dan zorg je er in ieder geval dat je minder kans hebt dat je anderen besmet. Die kanteling hebben ze gemaakt, mede omdat er nogal wat landen gezien hebben, uit onderzoeksresultaten uit het oosten, dat daar inderdaad die aerosols een duidelijke invloed hebben. Israël heeft expliciet gezegd, wij houden ons niet meer aan de instructies van de WHO. Wij gaan met mondkapjes, mondbescherming eigenlijk, want het zijn niet de officiële per definitie. En ik denk gewoon dat het RIVM nog te lang in de groef zit, waarbij ze steeds zeggen, ja, het geeft een valse zekerheid, het beschermt je niet, als je het aanraakt, enzovoort. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij zo min mogelijk risico geeft, dat je, terwijl je niet weet dat je ziek bent, dat je toch naar buiten geeft. En het aardige is,
Er zijn websites zoals Mask for All, die echt gewoon laten zien wat voor, gelukkig geen aerosol, Vincent. er is een website, Mask for All, waar precies onderzoek over staat, ook echt, en waar ze bijvoorbeeld zeggen, als je het zelf maakt, neem een katoenen t-shirt of een kussensloop, en daar kan je het zelf mee maken, naaien zoals dit bijvoorbeeld, heeft mijn vrouw gedaan, en als ik dit op heb, tijdens, als ik buiten ben, en ik zou toch besmet zijn, zonder dat ik het weet, dan is de kans dat ik vervolgens iemand anders besmet, kleiner. Oké, dus het is niet voor je eigen bescherming, het is voor de bescherming van anderen. En in Azië zie je dat ook, daar dragen mensen het ook, die mondkapjes dragen ze daar al jaren, al tientallen jaren. En dat is eigenlijk ook als respect voor de anderen, dat niemand de anderen wil besmetten en niet zoveel zeer om zichzelf te besmetten. Zijn er nog meer vragen van, iemand vroeg over een demonstratie, een vrouwendemonstratie in Madrid, waar... in een vrouw waar zeg maar veel besmettingen zijn geweest. Is dus buiten, is die mondkapjes, zijn die buiten nuttiger dan binnen? Of zijn die binnen ook net zo nuttig? Nou, het risico voor besmetting van grote groepen is bij besloten ruimtes gevaarlijker dan aan de buitenlucht. Dat in eerste, behalve, maar ik ga eerst over het binnen. Dus binnenleg moet ventilatie goed zijn, luchtvochtigheid moet goed zijn. Dan is de kans het kleinst dat de aerosol gaat zweven en anderen besmet. Buiten lijkt het zo te zijn dat op het moment dat je met z'n allen gaat zingen en schreeuwen, dat is echt, hè, diepst uit je longen ben je aan het zingen. Nou, dat is nou net het plek waar je dan ook het virus het maximaal kan verspreiden. Dus als jij in een grote optocht bent en je gaat allemaal zingen enzovoort, dan lijkt de kans groter te zijn dat je meer mensen dan de ene vlakbij je besmet. Maar het kan ook zijn dat ze na afloop, ze waren in Madrid, maar ze woonden misschien op een half uur afstand of kwamen met de metro en dat het in de metro nog door is gegaan. Dus het is bijna zeker dat de 8e maart in Madrid een belangrijk startpunt is geweest voor een behoorlijke grote verspreiding van de ziekte. Ja. In Zweden, waar jij enthousiast over bent, daar hebben ze toch al een factor 10 tot 30 keer meer doden dan in Noorwegen, Finland of Denemarken. Terwijl daar inderdaad wel voordelen zijn dat de scholen open zijn en de restaurants zijn open en dat soort dingen. Die paar duizend doden, is het dat waard of lopen wij alleen maar voor en krijgen die Noorwegianen dat überhaupt nog voor de kiezen? Nou, okay. Ja, dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. De grote vraag is, wat gaat er na de zomer gebeuren? De zomer zal een periode zijn waarin de verspreiding ook door het weer minder snel gaat. Betekent niet dat niemand meer besmet is, maar je zult merken dat de verspreiding veel minder snel gaat. Maar dan komt het najaar en dan komen we in situaties dat er toch weer risico's gaan ontstaan. De grote vraag is vooral, A, gaat het virus bijvoorbeeld helemaal weg uit het noordelijk halfrond? En als je naar het zuidelijk halfrond kijkt, dan zou het best kunnen zijn dat het zuidelijke gedeelte van het zuidelijke halfrond heel kwetsbaar is. Of, maar de kans is groter dat het virus terugkomt. Alleen dan hebben we tenminste 4, 3, 4, 5 maanden om ons goed voor te bereiden op een slimme manier. Het virus nog veel beter te leren kennen. En te kijken hoe kunnen we maximaal de samenleving in stand houden. En het virus te bestrijden. En in de hoop dat er ondertussen een vaccin of een geneesmiddel is, waardoor ja, het effect van deze ziekte veel geringer zal zijn en we als samenleving toch weer verder kunnen. Ja, het is toch iets wat we moeten uitzieken. Hoe lang heb jij nog een beetje bijgehouden van wanneer je een vaccin verwacht? Of is dat koffiedik kijken? Ik denk dat dat mee gaat vallen. Maar dat is ook maar, ja, wie ben ik? Maar er zijn zoveel mensen op zoveel plekken in de wereld ermee bezig. En het interessante is, ik heb een aantal wetenschappers gesproken die daarmee bezig zijn. En die zeggen eigenlijk, hoe erg het virus ook is qua ziekte en hoe snel die ze ook verspreidt, het lijkt niet een ontzettend moeilijk virus te zijn om met een geneesmiddel of met een vaccin aan te pakken. Dus van die mensen krijg ik het gevoel dat ze zeggen, kijk, normaal als je medicijnen ontwikkelt, dat duurt 3 jaar omdat je aan allemaal voorwaarden moet voldoen. Nu komen we in fases waarin dat vele malen snel kan, het belang van de mensheid.
En ja, ik heb toch een goede hoop dat we misschien zelfs voor oktober zoveel dingen hebben dat dan de situatie niet zo zal gaan zijn zoals het op dit moment is. Wat trouwens volgens mij de wereld ook niet meer zou kunnen hebben. Ja, hier is een vraag van Roland Sassen. De grote vraag is, wanneer wordt bekend dat het virus niet dodelijker is dan andere virussen? Angst is niet nuttig. Hoe is het met die... wat heb jij gezien van alle cijfers, hoe dodelijk dit virus is? Nou ja, ik heb die sommetjes ook gemaakt. Ze hebben in LA County hebben ze gisteren de resultaten bekendgemaakt over een steekproefonderzoek onder 850 mensen, waar ze gewoon gekeken hebben, ben je besmet? Daar komen ze op 4,1% was besmet, met een onderwaarde van 2,8 en een bovenwaarde van 5,3. En daar zeiden ze, ja, maar als dat het aantal besmetten is, we weten hoeveel doden er zijn geweest in LA County. En als we het aantal doden eiken op het aantal besmette mensen, dan lijkt het ruim onder 1% sterfgevallen te zijn. Alleen ze zeggen, ja, het kan zijn dat er nog wat meer sterfgevallen komen. En misschien zal het, we gaan nog verder met het onderzoek. Maar het lijkt erop dat het aantal sterfgevallen onder de 1% blijft van de mensen die besmet worden. Wat je ook ziet is dat 75% van de mensen die overlijden ouder zijn dan 75 en 1% onder de 50. Het heeft dus echt te maken met, het is een soort ziekte die als je als ouder het krijgt, blijkbaar minder weerstand hebt. Het zijn je longen die blijkbaar dan toch minder weerstand hebben, minder krachtig zijn om het te redden. Toch ook is het zo tussen 80 en 90. Van de mensen die ziek worden, zal één op de zes sterven. Dus het is niet zo dat het per definitie voor iedereen dodelijk is. Maar wat natuurlijk verschrikkelijk is, en dat zien we ook. Het ziekteproces is heel erg. En ook het feit dat als je dan op een IC komt, dat dat 3 weken duurt. Dus die drukte op de IC's ligt ook aan het feit dat het zo lang, relatief blijven mensen normaal niet 3 weken op de IC. En ook daardoor zie je momenteel dat de aantallen naar beneden gaan, omdat er nu mensen zijn die inmiddels 3 weken op IC liggen en nu weer ontslagen worden. Ja. Dus ook daar gaat het door. Maar het is zeker zo, het laatste wat nog belangrijk is, ten opzichte van normale influenza, bij elke influenza-epidemie is er een deel van de mensen al beschermd. En zeker ook wat ouderen. Nu slaat het over de hele bevolking en zijn de ouderen de pineut. Oké. Okay. Ik wil even teruggaan naar de verlichting die we hebben gekregen. De lagere scholen gaan weer open, maar half om half. En de middelbare scholen gaan om 1 juni open. Kun je daar nog even vinden van, als je ziet over de hele wereld waar we nu staan, zeg maar. Want China is nu bezig alle scholen pas open te doen, nu pas. Maar Denemarken is ook bezig, Zweden heeft ze nog niet dicht gedaan. Maar hoe zit dat over Europa? En hoe doen we het met die acties? Het beleid is niet overal hetzelfde. Ik had wel een kennis die zei dat hij een vriend had in Korea. En die vertelde dat de schoolklas waar zijn kind in zat net naar een pretpark was gegaan. Ja, allemaal met een mondkapje, maar toch naar het pretpark. Het grote probleem voor als die scholen opengaan is dat je leraren hebben, zeker de oudere leraar, die denken, zal ik het wel doen? Ga ik het wel doen? Vervolgens, het is helft wel, helft niet. Ik begrijp dat ze toch op een bepaalde manier moeten opstarten. Maar wat mijn probleem een beetje is bij dit opstarten, als je dat opstart onder een soort negatief gesternte, blijf allemaal thuis, blijf allemaal thuis. Maar de kinderen mogen wel naar school, is toch een wat ander aspect dan waar je zegt van luister, we gaan mondbescherming dragen en je mag wat meer doen. En we gaan ook kinderen naar school. En we gaan ook kijken en meten. Bijvoorbeeld gaan we een aantal varianten proberen om te kijken, alle kinderen toch in de klas? Of misschien een deel mondbescherming? Ik zou in ieder geval zeggen, niet gaan zingen op school. Alleen maar buiten, maar zeker niet in school. Ik zou dat absoluut niet doen. Ik zou zeker zorgen voor een optimale ventilatie. En als je buiten les kan geven, doe dat. Mm-hmm. Maar het grote probleem wat ik zie, maar misschien gaat dat de komende 2 weken iets veranderen, dat de toon nog zo angstaanjagend is van Rutte, dat je eigenlijk als ouder denkt van, zal ik mijn kind eigenlijk wel naar school sturen? Ja, oké. Okay.
je vindt dat hij gewoon toch nog gewoon heel erg die angstcultuur, die angst zeg maar verspreidt? Nee, vanuit de keuze die ze gemaakt hebben, de keuze van we sluiten nog alles een maand af, want wie weet wat er nog gaat gebeuren. Ja, dan moet je tegen mensen, dan kan je moeilijk zeggen, nou, het ziet er beter uit, maar je moet thuis blijven zitten. Dan moet je blijven zeggen, denk erom, het virus kan nog terugslaan. En als we, dan hebben we alles voor niks gedaan. Er zijn geen harde aanwijzingen dat dat gebeurt. Nergens in de wereld. Ja, er zijn wat terugvallen geweest, bijvoorbeeld in Singapore. Dan horen we, ja, 800 gevallen. Ja, dan is een dormitory van buitenlandse werknemers waar het toegeslagen is. Maar niet omdat vervolgens in heel Singapore iedereen ziek is geworden. Wat er wel is gebeurd, meteen toen de Singapore dat vaststelde, dacht, misschien hebben mensen van die dormitory met contact gehad met mensen erbuiten. Dus we gaan onmiddellijk wel een aantal acties doen, want we moeten zorgen dat dit niet de basis is voor een nieuwe verspreiding. Maar het is niet zo dat er een massale verspreiding in Singapore plaatsgevonden heeft. Oké. Hey, wat vind je van de sportmaatregelen? We mogen nu wel, de kinderen onder de 18 mogen dus wel nu met elkaar balletje trappen en wedstrijdjes doen, maar niet officiële wedstrijden. Nou, ik vind alles wat je doet voor kinderen om daar weer ruimte te geven, vind ik goed. Alleen, ik denk dat er veel meer mensen zijn die behoefte hebben om dingen te doen, behalve dan die kinderen onder 18. En juist omdat, ik bedoel, de risico om ziek te worden, de risico om besmet te worden, ook bij de wat ouderen, is ook klein. Als je die ook activiteiten laat doen met mondkapjes en mondbescherming, dan denk ik dat er al veel meer kan gebeuren. Oké. Okay. Nou, eens even kijken hoor. We hebben nog wat vragen in de app. Iedereen iemand... Laurens van Wees vraagt een ethische vraag. Waar ligt de grens tussen zorgcapaciteit beschermen en de economie op slot? Aangezien Maurice van de cijfers is, kun je dit meetbaar maken? Nou, kijk, weet je wat het grote probleem is als we over de economie praten? We zien heel zichtbaar en heel schrijnend wat het betekent zoveel mensen ziek zijn en overlijden en het verdriet. Dat we een hele grote, zware depressie ingaan, economisch, dat kunnen we ons niet zichtbaar maken. Dat zien we dan wel. Alleen, als je een beetje nadenkt, dan weet je dat een verlies van werkgelegenheid tussen 10% en 20% gewoon niet uitgesloten is. Morgen komt het CBS met de consumentenvertrouwen. Die krijgt zo'n grote klap, zoals we die nog nooit hebben gehad. Dus ook als we wel wat meer gaan doen, dan zal het nog een tijd duren voordat het consumentengedrag zich redelijk normaliseert. Zodat eigenlijk alle bedrijven gaan er last van hebben. Want het wordt een domino-effect. En dat wordt niet echt zichtbaar gemaakt. Zodat als je alleen op de tour bent, we moeten zorgen dat er niet nieuwe mensen ziek worden. En ook op de tour bent, als je je neus buiten de deur steekt, kan je al ziek worden. Ja, dan is het logisch dat je binnen blijft, angstig blijft bibberen en zegt, ik ga niet naar buiten. En iedereen die zegt, we moeten dat wel doen, die is gek en die bedreigt mij. Maar ik denk dat voor veel mensen die nu ook binnen zitten en denken, dan zit ik veilig, niet doorhebben hoe onveilig ze eigenlijk komen te zitten als de economie ontzettend instort. En de kans dat de economie wereldwijd fors instort, ja, letterlijk alle signalen staan op rood. Oké. Okay. Ahmed heeft even een vervolgvraag daarover. Wat kun je die even stellen, Ahmed? Ahmed is... Ja, hij komt eraan. Daar ben ik weer. Nou, ik vraag me af hoe jij, Maurice, tegenaan kijkt aan, zeker gezien de economie en wat voor gevolgen dat heeft voor de EU. Ja, kijk, wat je eigenlijk ziet in de wereldgeschiedenis, zodra er grote schokken van deze in landen gebeuren, dan begint ook de verhouding tussen landen te veranderen. Dus niet alleen binnen de EU, maar tussen de EU en China, tussen de EU en Amerika. Want uiteindelijk, en je ziet het nu al gebeuren, hè, gaan we Italië helpen, gaan we niet helpen. En het erge is, de ramp weten we nog eigenlijk niet. Want op dit moment zitten we eigenlijk van de economische gevolgen, zitten we eigenlijk bij het begin. Want de overheden zijn nog geld aan het strooien, enzovoort. Ik ben een ondernemer tegengekomen met een restaurant. En die zei, ik hoop dat hij nog 2 maanden dicht blijft. Want als ik volgende maand open moet, dan krijg ik nog maar 30% van mijn mensen. En dan krijg ik minder geld dan wat de overheid me nu geeft. En toch moet dat een keer gebeuren. Want die overheid kan niet blijven betalen. Dus waar ik me echt zorgen om maak, is dat de verhoudingen tussen landen gespannener worden. En dat
ook het verleden heeft aangetoond, dat dan allerlei balansen die we hadden, de evenwichten die we hadden, ja, die zijn allemaal, worden uit balans getrokken. En hoe dat zich gaat aflopen, ja, daar maak ik me ontzettende zorgen over. Nou, nog een korte vervolgvraag daarop. Vind je het van belang dat er, zeker na deze crisis, dat we bepaalde maatregelen moeten nemen om bijvoorbeeld productie voor bijvoorbeeld medicijnen terug te halen naar de EU of naar Nederland? Nou, ik denk dat we goed gezien hebben waar we nu kwetsbaar in zijn, zonder dat we dat eigenlijk wisten. En ik denk dat er inderdaad nog dat er eigenlijk een lijst moet gemaakt worden welke lessen we hebben getrokken. En wat ik echt heel jammer tot nu toe vond, was dat bij het outbreak management team, dat eigenlijk de overheid niet besloten heeft dat vanaf begin geleerde mensen, creatieve mensen, ook erbij zaten om ook daar te kijken hoe je dan al op een goede manier verder kan. Want er zijn ja, zoveel, wat je ook merkt, er zijn ook zoveel mensen die goede ideeën hebben, die ideeën kunnen verzamelen. Ik zeg echt niet, elk idee is meteen geweldig, maar probeer juist nu gebruik te maken van de know-how en de vindingrijkheid en de kracht van je bevolking, in plaats van het met elkaar wel te regelen en te melden wat je gaat doen. We zijn in 2020, we kunnen met elkaar heel veel, maar dan moet je dat ook proberen te activeren. Ja, hier een vraag bij op YouTube. En die gaat over over die app nog een keer. En dat gaat eigenlijk over, is zo'n app überhaupt wel nuttig? Want 50% van alle patiënten is asymptomatisch. En als je dan asymptomatisch bent en je hebt het en het gaat over, dan heeft het helemaal geen zin om daarover te rapporteren. Is dat zo? Is meer dan 50% asymptomatisch? Dat vind ik een hoog getal, maar misschien weet jij er iets van? Ja, dat onderzoek uit Los Angeles heeft dat ook aangetoond, dat er veel mensen geen klachten hadden. Aan de andere kant hoorde ik vandaag, heb ik ook van iemand een mail gehad, waar ik eigenlijk eerst niet geloofde, maar toen heb ik de bevestiging gehad. Er is nu toch een onderzoek van de bloedbank, waar gekeken is in hoeveel procent van het bloed komt het virus voor. En daar tot nu toe lijkt het 3% te zijn. Wat iemand die bij de bloedbank bloed gegeven heeft, alleen gezegd heeft, als jij bij de bloedbank komt, wordt er eerst een checklist gedaan. En als jij de 4 weken daarvoor je niet lekker voelde, of verkouden was, of gekucht hebt, dan wordt er geen bloed afgenomen. Dus bij het onderzoek van de bloedbank hebben ze dus een selectie gemaakt om iedereen die ziekteverschijnselen heeft gehad, om die niet het bloed af te nemen. Ja, dan kom je dus tot een duidelijke onderschatting van het aantal mensen die besmet is. Ja. Maar de schatting op dit moment, op basis ook van die Amerikaanse cijfers, 5-6% is besmet. Maar er zijn plekken, en dat zijn ook interessante plekken, zoals bijvoorbeeld Kessel, waar dat grote feest is geweest op 5 maart. Daar zou best al 40-50% besmet kunnen zijn. En ik heb de RIVM gezegd, ga daar, want in mijn contacten, en ik had er ook een blog over geschreven, ga nou daar proberen een steekproefonderzoek te doen. Want weet je, of het 40-50% is. En als je gewoon doorrekent, moet het daar in de buurt liggen. Maar we hebben toch ook die herd-bescherming, dat je door de kudde wordt beschermd. Nou, dat is de plek waar ze het verst zouden zijn op die weg. En daar kan je dus bekijken, hoe gaat het daar nou? En als je dat onderzoek doet, ben je niet alleen 500-600 mensen een test aan het afnemen, maar je neemt ook vragenlijsten. Je vraagt, ben je bij die carnaval geweest? Wanneer voel je die klachten? Heb je contact gehad met iemand die bij dat carnaval is geweest? Of bij die bijeenkomst? En als dat beeld wat we dan krijgen eruit, daar kunnen we ontzettend veel uit leren. Oké. Nou, dit was de tweede Q&A aan jou. En dat was een mooie persconferentie. Wanneer heb je besloten dat je een alternatieve persconferentie ging geven? 7:15. Oké. Nou, ik vind dat je hem snel geschreven hebt. Maar ik heb goede tekstschrijvers. Ja, je hebt goede tekstschrijvers, ja. Dat vind ik, maar je had toch helemaal geen tekst geschreven? Je deed toch even uit je hoofd? Ik had niks. Ik had het nog, ik bedoel, amper bedacht. Terwijl ik het sprak, heb ik het zo bedacht. Maar ja, ik had echt gehoopt dat het ongeveer zo'n reden vandaag zou zijn. Ja, nou ja, goed, in ieder geval. Ik begrijp inderdaad dat het nog niet zo positief is. Maar ik vond het zelf eigenlijk wel een aardige mix. Maar ik vond het wel inderdaad jammer dat het over die mondkapjes, dat ze daar zeggen, daar komen we pas op terug.
En dat we de middelbare scholen en dat je de lage scholen half open doet in plaats van heel. En dat de middelbare scholen ook niet meteen meegingen. En ik vind het prima dat ze zeggen wel sporten, maar niet wedstrijden doen. Dat vind ik allemaal prima. Ja. Ik ben over het algemeen best wel tevreden als ik een beetje zie. Ik heb allemaal filmpjes zitten kijken hoe Duitsland ermee omgaat. En België en Spanje en Frankrijk. Hoe streng ze zijn. En dan ben ik nog godsblij dat we in Nederland zijn. Ja. Ik ben alleen heel bezorgd over die economische gevolgen. Daar ben ik wel echt heel bezorgd. Niet alleen maar voor mezelf, ook al is mijn inkomen 90% gedaald. Maar gewoon overal. Dit zijn gewoon toch percentages waar 10-20% van de economie naar beneden gaat. En dat zijn crisissen waar wij helemaal niet aan gewend zijn. Ja, plus dat ik vind echt, en dat vond ik iets te weinig, daar had dat perspectief in moeten zitten. Ik bedoel, ik stond naast een ondernemer van een horeca. En die hoorde, ja, tot 22 al. Ik bedoel, het is totaal geen perspectief. En wat ik echt letterlijk waanzin vind, is we gaan helemaal naar een 1,5 meter maatschappij. Er is geen land ter wereld die dat nu zegt. De komende jaren gaan we naar een 1,5 meter maatschappij. Ja, dat is wel een dingetje van jou. Daar heb je wel wat Erik Wiebe... Ja, maar dat is gewoon niet uitvoerbaar. Ja, oké. Okay. Dus inderdaad, jij het open... ik vind ook wel eigenlijk, hij had wel over die horeca die we wel even apart moeten noemen. Ja, dat was echt gewoon van, want die worden natuurlijk echt op dit ogenblik verschrikkelijk getroffen. Maar wat denk je van mensen die van buitenlandse toeristen leven? Wat denk je, wanneer die in wat grotere getalen gaan komen? Dus ook daar wat daar economisch gebeurt. En ik ben ontzettend bang voor een economische domino. Maar wat ook nog de angst is, en vooral als het nog wat langer duurt, en dat zien we nu, dat er ook mensen die in kansloze positie zitten, en misschien niet in Nederland, maar wellicht in Amerika of in Frankrijk, op een gegeven moment zeggen... Nee, maar ja, laten we het even tot Nederland houden. Zie jij, we hebben nou in Amerika wel inderdaad die boze mensen gezien die echt gewoon... ook weer zo ongelooflijk stupide waren, zo weinig wisten en zeiden waarom ze er tegen waren. Maar zie jij in Nederland de support voor de maatregelen van de regering in de komende maanden enorm dalen? Nee, die neemt wel wat af, maar die zal niet tot een gigantisch protest leiden. Alhoewel ik denk de horeca, vraag ik me af of die zich nog rustig houden. Dat wordt echt zoiets als wat de boeren deden, maar iets anders is... Roken, hoe ze met roken zijn omgegaan, dat heeft ook eindeloos geduurd voordat dat eigenlijk een beetje ging werken. Maar wat ik denk, waar ik bang voor ben, niet in wat nu die rare mensen daar deden bij tot nu toe in Amerika, maar ik denk arme mensen als die nog een maand thuis moeten zitten, met weinig eten, met af en toe een beetje geld, in de 4 uur in een rij in de voedselbank, dan moet er ergens een groep roepen, weet je wat we doen? We gaan gewoon de supermarkt plunderen. En als dat gebeurt, dan zou het best over kunnen. Dan krijg je eerst het leger enzovoort, de politie. En uiteindelijk kan bijvoorbeeld in de banlieues in Parijs het gaan ontstaan. Of ergens in Spanje. Is, als je gewoon de wereldgeschiedenis kijkt, bij dit soort enorme crisissen, is dat het grote risico. Ja, nou ik moet zeggen, ik vind de nation-staat echt, zeg maar, veiliger dan ooit, groter dan en machtiger dan ooit tevoren. Dus nog een laatste belangrijke vraag voor jou, Maurice. Hoe moet ik mijn, hier, dat is een Peter Frans, Peter Paul Hendricks, wat zijn de optimale instellingen voor de airco? Temperatuur en luchtvochtigheid. Nou, de airco. Eigenlijk is het zo dat tussen 6 en 7 gram per kilogram... dat is de hoeveelheid water in de lucht die lijkt de meest gunstige situatie te geven. Mm-hmm. En nu is het zo dat bij hoe hoger de temperatuur of hoe lager de temperatuur, dan wisselt de hoeveelheid water die de lucht kan bevatten. En we zijn gewend om een relatieve luchtvochtigheid te praten. Ja. Maar dat is het percentage van de hoeveelheid water die de lucht kan bevatten. Ja. Maar dat verschilt per temperatuur. Nou, als je en buiten... Ja, dan het weer heeft een bepaalde relatie tussen de temperatuur en hoeveel water, hangt er vanaf. Maar het gaat nu over binnen. Wat moet ik binnen doen en welke temperatuur en welke luchtvochtigheid? Afhankelijk van wat je temperatuur is, maar zeg dat je binnen een temperatuur van 21 graden hebt, dan is een relatieve luchtvochtigheid van rond de 45% is de goede waarde. Maar wat ik zeker zou aanraden, hou de deuren open, hou de ramen open, probeer zoveel mogelijk ventilatie. Maar als je niet mensen op bezoek hebt die je nooit binnen hebt, dan is de kans dat jij in binnenshuis besmet wordt, is klein. Of nul bijna. Waar je wel nog risico's zou kunnen lopen, is het ventilatiegedoe binnen een gebouw.
Dus ik zou een luchtverversing vanuit het ventilatiesysteem, daar zou ik ook maar even voorzichtig mee zijn. Ja, ja. Dus wat dat betreft gewoon zoveel mogelijk verse lucht mogelijk maken in plaats van die hele gesloten systemen die er zeg maar in gebouwen altijd zit, waarbij altijd de temperatuur wordt de lucht wordt rondgepompt. Ja, maar er zijn specialisten die, ik heb een rapport gezien van een specialist die zegt, om een gebouw corona-proof te maken, moet je een bepaald filter hebben, moet je de stand op binnen- en buitenlucht op een bepaalde manier zetten. Dus als ze er goed mee omgaan, dan kan ook zo'n interne systeem nog best goed functioneren. Oh ja. Maar dan moet je wel optimaal instellen. Oké, okay, 21 graden en 45%, en dat geldt voor scholen, dat geldt voor winkels, en dat geldt voor maar als het 23... restaurants en dat soort zaken. De 23 graden mag het 40% zijn, bij 20 graden moet het 50% zijn. Een beetje in die gebieden zit het. Oké, okay. Hey, we hebben nog even een laatste vraag. Groningen, Limburg en zeg maar die bovenste provincies vergeleken met Brabant. Dat scheelt zo'n factor 10 of 20, hè? Ja. Nou, daar ook eigenlijk, is dat te moeilijk om daar verschillende maatregelen voor te nemen, voor zo'n regering, denk je? Ik vind dat niet. Ik vind eigenlijk dat je in zo'n gebied als de noordelijke provincies, waar behalve in de buurt geloof ik van Emmen of zo, daar is het wat iets slechter, maar waar het duidelijk beter is, dan kan je ook wat meer ruimte creëren. Dan is natuurlijk gevaar wat mensen zeggen, ja, dan komen mensen van andere plekken daar naartoe. Maar ook, bedoel, dan zou ik nog steeds met mondbescherming werken. Dus ook als je van een andere club, je moet die anderhalve meter houden. Maar daar zou je met scholen, had je al met scholen, maar in ieder geval nu, daar kan je met scholen, ik zou in die gebieden het wel aandurven om bij die scholen al met grotere groepen te gaan zitten. Terwijl ik in de provincies, Gelderland, waar het nog behoorlijk heerst, daar zou ik gewoon veel voorzichtiger zijn. Nou, we hebben nog een heleboel andere vragen die variëren van basisinkomen tot andere beroepen. Maar ik denk, het is mooi 10 uur. We hebben er 1 uur en 1 kwartier over gedaan. Mag ik u hartelijk danken voor deze alternatieve persconferentie, Maurice de Hond. En we gaan later deze week, doen we er nog wel een keertje heen, als er weer op een gegeven moment een aanleiding toe is. Maar tot zover. Iedereen hartelijk bedankt voor het kijken en voor het meedoen en het vragen stellen. En we zien elkaar weer de volgende keer. Doei. Blijf gezond allemaal.